lekker voor de deur uitvallen, want ik heb er zin in hoor. Woensdag, kom ik op de hoogte weer. Kom maar praatje. Alles goed? Is er maar een moment! Kom er maar aan! Check je staan op mijn Soundcloud. Pompapparaat is, dat komt eraan, maar er is een wereldwijd tekort aan grondstoffen. En dat gaat zover als grondstoffen van wat er in een potje moet, maar ook plastic potjes, labels, karton, alles. En zeker nu met die oorlog maakt het alleen nog maar erger. Dus we doen ons best om alles op voorraad te houden, maar dat kan dus zijn dat er soms wat van voorraad af is. Het heeft voor mij meer zin als iedereen gewoon grotere aantallen bestelt in één keer dan 4 lossen in een maand of zo, snap je? Want ik betaal ook nog weer meer aan PostNL. Want dat gaat ook weer omhoog, want de brandstofprijzen gaan omhoog en dat wordt allemaal naar jullie deur gebracht. Met brandstof. Onze prijzen die gaan ook omhoog. Ik heb het geprobeerd zo lang mogelijk tegen te houden, maar ik moet natuurlijk gewoon een bepaalde marge maken, want ik ben een businessman. Laten we eerlijk zijn. Ik pomp alles uit die BV, pomp ik gewoon weer terug in content, in marketingcampagnes, het hele pakket. Zorg ervoor dat je in elk geval deze week nog je spullen haalt voor de oude prijs. En twee, als je wat meer bestelt, krijg je van mij gewoon een cadeautje. Dus je krijgt al een shakebeker gewoon bij bestellingen boven de 75 euro. En dan gaan we gewoon boven de 150 euro, krijg je een pot iets erbij. Dat ga ik gewoon doen. Gaan we gewoon regelen en dan krijg je misschien elke week een ander dingetje of zo, of elke maand een ander dingetje. Ja, dus voor de grotere bestellingen geef ik jullie een extra product erbij. Bovenop dus de shakebeker ook. Bewaar het wel thuis gewoon in een kastje waar het niet te heet wordt. Probeer zoveel mogelijk de seal dicht te houden totdat je hem echt nodig hebt. Ja, want als het open gaat, dan gaat het reageren met lucht uit de omgeving. En er zit altijd vocht in en dat gaat altijd reageren met poeder. Dus logisch, als je een zak chips opentrekt, is die ook een week goed. Wat is het? Alle grootste bestellingen komen gewoon langs. Oh ja, helemaal vergeten te zeggen. De allergrootste bestelling per maand, daar komen wij langs met Team Goud, met een scoopmobiel. En dit keer zijn we dus een paar keer niet geweest. We gaan wel. Maar we konden telkens niet, want we hadden allemaal corona achter elkaar. Er zit er eentje nu in België op ons te wachten. Daar gaan we heen. En geloof ik een groep uit Zeeland. Ja. Dus het is, we komen overal. De V2. Er zit een hoop cafeïne in. Maar de V2, staat ook op Extreme Workout V2. Die heb ik ook ontworpen als een sterk product. Wat ik zelf zoek in de markt. Een schoon product. Dus we laten het ook testen. Het staat op de Nationale Dopingautoriteiten website. Dus dat kan je gewoon allemaal opzoeken. Nou maakt het natuurlijk helemaal niet uit of jij gewoon normale sporter bent en je wilt lekker trainen. Al die producten zijn in principe gewoon helemaal goed. Alleen voor de regelgeving, voor een topsporter, om die keuring te krijgen, moet dat per batch worden getest. Je hebt eigenlijk een grotere kans om dopingstoffen in je lichaam te krijgen als je bijvoorbeeld gewoon in de supermarkt iets gaat kopen. Dus het is zo, de kans is zo klein dat hier dan doping bij zit. Alleen door die regelgeving moet je dat per batch bestellen. Ik vind het heerlijk, cafeïne. Ik drink geen koffie. Wij hebben nu ook blikken waar bijna geen cafeïne in zit. Dus ik drink eigenlijk nauwelijks cafeïne erbij, snap je? Dus ik neem op een dag maximaal 500 milligram cafeïne. Ik weeg gewoon 90 kilo normaal. En dan is 500 milligram cafeïne prima. Maximaal. Vaak is het 300 tot 500. Heb ik een lekdeetje, zit ik op 500. Dat zijn gewoon twee van deze scoops. Dus dat wil ik even bij vermelden. Want ik hoor dat er steeds meer gejank is. Vanuit hoeken die er niks van af weten. Maar dit is bedoeld voor topsport. Ja? En als topsporters het kunnen nemen, dat het wordt getest door de Nationale Dopingautoriteiten. Dat geeft aan dat het dus een product is dat helemaal vrij is van verboden middelen. Ik heb het natuurlijk ook zo samengesteld nadat ik zelf was gepakt op een stofje uit de pre-workout product op doping. Want wij speelden top rugby op het hoogste niveau van Nederland. En dan had ik dus een dopingcontrole. Daar kwam ik niet doorheen. Dus ik blijf dat nog af en toe even herhalen. Hey, wij gaan vandaag even chest trainen. Ik heb er echt veel zin in. Het is woensdag. Ik heb slecht geslapen. Nio die had waterpokken en nu heeft Jin waterpokken.
Ja, het blijft komen, weet je wel. Kijk, één kind is superleuk, weet je wel. Ja, het is sowieso, het is leuk natuurlijk. Alleen, het wordt echt... Als je er twee hebt, laat staan drie, dan wordt het serieus, zeg maar. En toch ben ik wel weer het droogste van het land. We gaan even lekker chest trainen, jongens. Goed lekker. Op Clean Nutrition kun je ze kopen. Samen met nieuwe Buffel Merch. Zo blijven we nieuwe spullen op die site ramen groeimaten. Laat even weten in de comments welke producten, losse supplementen bijvoorbeeld, mag ook supplementen, wij op die website moeten knallen voor jullie. Laat het weten. Set 3. Jezus, dat is helemaal leeg. Ja, blijft een belangrijke oefening. Toch een beetje nadruk leggen op de bovenkant. Dat de chest nog voller lijkt als je bijvoorbeeld een overhemdje aan hebt. Bovenste knoopjes los. Bam, zo die club inlopen. God, hier is die chest. Blijft toch een lekkere oefening. Even afromen hier zo bij de machines. Superzetten. Weer hoog in de verbranding. Het is eigenlijk een soort HIIT workout. Maar doe wel twee tegenovergestelde spiergroepen. Dus niet bijvoorbeeld chest en een tricep. Of chest en een schouder. Het zou kunnen een schoudertje, zijkant. Maar niet de shoulder press. Want je wil niet de spier uitputten. Je moet maximale kracht kunnen leveren in je set. Even een goud handdoekje. Dat is wat je moet doen. Zeker als je zo lang traint als het wij doen. Je moet jezelf blijven pushen. Je moet dus meer doen dan dat je de vorige keer deed. Dan ga je groeien. Dan ga je resultaten zien. Als jij dat elke keer niet doet, dan schiet het niet op. Dus als jij denkt, ik kan niet meer. Dan hoor je dat stemmetje, Joel Beuken zo in je achterhoofd. Die zegt, twee extra voor Joel. Groei lekker. Denk me later. Twee extra regel, dat is gewoon een regel vanaf nu in de gym. Iedereen doet twee extra. Voor 10 fout. Goed lekker. The dynamo of the universe is war.
de extra geldt wel als je de oefening enigszins nog goed kan doen. Dus nu deed ik eentje extra. En dan net even wat langzamer weer terug, dus dat kan ook. Het rode draakje op het rode bankje. Dat waren dus die paar extra. Weer lekker. Hoi. Zo. Is het even warm mee? Die chest is er weer als eerste. Deze hoodies staan nu online. Wees snel bij, ze zijn beperkt. We gaan voor goud. Groei lekker. Tot de volgende video.